Nou ja, we zien dat de sociale werkplaatsen natuurlijk worden afgebouwd en dat er geen alternatief voor ze is. Dus ja, het klinkt allemaal heel erg mooi dat de gemeente dit gaat oplossen, maar de werkplekken zijn er niet. De werkplekken die er nu zijn, die worden afgebouwd. En er is geen alternatief. En er wordt ook nog eens 2 miljard bezuinigd. Dat gaat niet goed komen. De Tweede Kamer heeft dus een probleem veroorzaakt door de werkplekken af te bouwen. En nu mogen de gemeenten dat opbouwen met minder geld. Is dat niet vragen om problemen? Wat heeft de Tweede Kamer ons gegeven? Nou, dit is de regering. Er zijn meerdere partijen in de Tweede Kamer, waaronder de SP, die hier niet mee ingestemd hebben. Ik vind het onverstandig beleid. En hoe moeten gemeentes hiermee omgaan? Want die hebben hier geen kaas van gegeten. Nou, gemeentes moeten vooral roeien met de riemen die ze hebben. Ik zou zeggen, sluit de sociale werkplaats niet. Er kan altijd nog een andere wind gaan waaien, waarbij je wellicht verlichting ziet op het regime en de sociale werkplaatsen toch open kunnen blijven. Dus ik zou de gemeente vooral willen adviseren om niet nog fanatiek extra te gaan bezuinigen, want dan krijgen we echt ongelukken.